Lieve mensen hier in de kerk en jullie die thuis ook meekijken. Als je erbij geweest was op die dag met Jezus op die ezel. Allemaal juichende mensen die hun kleren zelfs op de grond gooien en takken uit de bomen halen en gaan zwaaien. En wat zou jij eigenlijk gedaan hebben als je daarbij was geweest die dag? Zou je meegejuicht hebben? Of zou je misschien op een afstandje zijn blijven staan? Misschien wel op wat grotere afstand zelfs, omdat je een beetje sceptisch bent over alles wat daar gebeurt. Een beetje kritisch zelfs, wat gebeurt hier eigenlijk allemaal? Dat kan natuurlijk allemaal, want het is helemaal niet zo vanzelfsprekend dat je het feest van de intocht meeviert. Soms voel je je wat op afstand staan van het geloof. En misschien zeg je op dit moment ook wel, eerlijk gezegd, weet ik niet zo goed wat ik met mijn geloof aan moet. Ik zal niet zeggen dat ik niet geloof, maar om nou enthousiast langs de kant van de weg te gaan staan en te gaan zwaaien en te gaan zingen, nee, dat is me toch echt wel wat te veel. Ik moest bij de voorbereiding van deze preek denken aan die vier geloofsfases die in de voorbije maanden langs zijn gekomen. Hopelijk weet je het nog. De lente, de zomer, de herfst en de winter. De fase van de eenvoud, de fase van de complexiteit, die van de verbijstering en die van de harmonie. En het maakt nogal wat uit in wat voor fase je zit als je dit verhaal zo leest en hoort. Je kunt enthousiast meedoen. Dit is prachtig. Hosanna. Halleluja. Wat een feest. Prachtig gewoon. Je kunt ook een beetje anders er tegenaan kijken. Nou, die Jezus, dat is op zijn minst een fascinerende figuur. Wat kan ik met hem? Zou hij misschien een bijdrage kunnen leveren aan mijn leven? Wat zal ik ermee doen? Als je meer in de herfstfase zit van twijfel en niet goed weten wat je met je geloof moet, dan zeg je, nou, ik vind het allemaal nogal wat overdreven. Zo'n feeststemming, dat gezwaai met die takken. Zo feestelijk is het leven niet. En wat wilde Jezus op die ezel eigenlijk? Is het wel oprecht wat hij doet? En al die mensen die daar staan te zwaaien en te zingen, menen ze dat nou echt? Of laten ze zich gewoon meeslepen door de massa? En dan zou je ook nog meer vanuit de harmoniefase kunnen kijken naar het verhaal. En dan komt er iets uit van, nou, dit is in ieder geval heel bijzonder wat hier gebeurt. Ik voel iets van een mysterie, een nederig mens. Ik zie iets nieuws gebeuren. Wat is hier van het geheim? Zou hier misschien iets van een visioen uitgebeeld worden? Dat moet ik even rustig op me in laten werken. Ja, hoe komt dat Bijbelverhaal bij jou binnen? En ik werd me er dus van bewust de afgelopen week dat het voor ieder van ons heel verschillend kan zijn. Maar wat ons hopelijk verbindt, is een zekere nieuwsgierigheid, een bepaald verlangen om in elk geval de betekenis van zo'n Bijbelverhaal te proeven. Daarvoor komen we, denk ik, naar de kerk. Zeker om te zingen, om te bidden, om elkaar ook te ontmoeten. Maar goed, dan is daar het moment dat er een preek is, dat de Bijbel opengaat, dat oude boek. En ik hoop dat er een zekere nieuwsgierigheid is en dat we dat boek open doen in de verwachting dat we een glimp van God opvangen. Dat we iets van Jezus ontdekken. Laten we kijken of dat gebeurt. En ik had het net over de vier geloofsfases, maar die 12 eenvoudige woorden waar het de voorbije maanden over ging, die komen ook op een of andere manier nog terug zometeen. Maar dat is voor straks. Wat hier gebeurt, heeft in elk geval een hoog profetisch gehalte. Het is heel bijzonder hoe Jezus een aantal dingen voorstelt, voorspelt aan de twee leerlingen. En dat het nog uit blijft te komen ook. Jullie gaan de stad in, jullie zullen een ezel vinden. En het gebeurt, Jezus heeft profetische gaven. Hij ziet dingen, die zo lijkt het, die hij niet kan weten.
Of in elk geval nog niet letterlijk kan zien. Maar profetie gaat verder dan alleen maar iets voorspellen. Iemand heeft een profeet eens omschreven met deze woorden. Een profeet is iemand die visioenen van God heeft gezien en een stem van de troon heeft gehoord. Die man die dat gezegd heeft, Tozer is zijn achternaam uit de vorige eeuw, een pastor en een schrijver, die dacht op dat moment na over de vraag hoe vernieuwing van de kerk eruit zou moeten zien. En hij zei zoiets als, we hebben voor die vernieuwing van de kerk eigenlijk niet eens zozeer priesters nodig. Die keurig de rituelen uitvoeren, die horen bij de kerk en verder geen vragen stellen. We hebben ook geen managers nodig die de kerk kunnen runnen en er een succes van kunnen maken. En we hebben ook geen herders nodig die iedereen een beetje bij elkaar proberen te houden en zeggen dat je mag zijn wie je bent. Nee, we hebben profeten nodig. Vrouwen en mannen die visioenen van God hebben gezien en een stem van de troon hebben gehoord. Zo iemand is Jezus. Hij heeft ook goed geluisterd naar de eerdere profeten, want wat hij aan het doen is, dat gebeurt allemaal niet zomaar, heel doelbewust. Matthäus zegt erover, dit is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat door de profeet is gezegd. Nou, die profeet, dat is Zachariah. Een van de laatste profeten die we tegenkomen in het Oude Testament. De 11e van 12 kleine profeten. Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakkuk, Zefanja, Haggai, Zachariah en Maleachi. Ik hoop dat een hele aantal van jullie dat rijtje nog kent. Zachariah, de 11e van de 12 kleine profeten. Ongeveer 5 eeuwen voor Christus. Iemand die visioenen van God heeft gezien en een stem van de troon heeft gehoord. Luister maar wat we lezen in Zachariah 9, vers 9 en 10. Juich, vrouwen Sion. Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde. Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zegen. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin. Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen en de paarden uit Jeruzalem. De oorlogsboog wordt gebroken. Hij zal vrede stichten tussen de volken. Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee, van de rivier tot aan de einden van de aarde. En we voelen het aan, dit is een visioen. Toen die woorden gesproken werden, maar ook nu, het is een visioen. Want er is helemaal geen vrede. Er is helemaal geen nederigheid. Er is helemaal geen vreugde. Onze wereld staat bol van oorlog en haat. Onze wereld staat bol van hoogmoed en polarisatie. Onze wereld staat vol van verdriet en cynisme en onrecht. En de bekendste koningen en leiders en presidenten, of hoe ze ook maar heten, kunnen we veel heil van hen verwachten? Of gaan ze alleen maar voor zichzelf? Nederigheid is vaak heel ver te zoeken. En daarom hebben we een visioen nodig. Dat visioen van Zachariah en wat Jezus hier aan het doen is, hij speelt dat visioen uit. Hij maakt er, en dat bedoel ik positief, hij maakt er een toneelstuk van. Zodat we het aan de lijve ervaren. Dit is wat we willen. Dit is waar we naar verlangen. Wij verlangen naar een nieuwe wereld. Wij verlangen naar een nieuwe orde. We verlangen naar een nieuwe nederigheid. We verlangen naar een nieuwe vrede. We verlangen naar een nieuwe vreugde. Kijk, je koning is in aantocht. Kijk, hij is zachtmoedig en hij rijdt op een ezelin en op een veulen het jong van een lastdier. Kijk je mee? Dat is de vraag die vanmorgen naar je toe komt. Kijk je mee?
de afbeelding via de beamer, die helpt ons erbij om echt te kijken. En dat brengt me bij een van de eenvoudige woorden die de afgelopen maanden aan de orde waren en die ik wil verbinden met dit verhaal. Het tiende woord, zie hier. Zie hier. Kijk, hier wordt een visioen uitgebeeld. Een visie op een nieuwe wereld. Kijk naar Jezus. Hij belichaamt de zachtmoedigheid en de nederigheid waar deze wereld zo om schreeuwt. En die zachtmoedigheid en die nederigheid zijn ook niets minder dan een verwijzing naar de Heilige Geest. De Geest van Jezus. Diezelfde Zacharia heeft ook nog ergens anders in hoofdstuk 4 geprofeteerd. En niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer van de legermachten. Zo wordt alles nieuw. Niet door kracht en geweld, maar door de geest van Jezus. Ja, en dan is daar dat feest. De mensen vieren feest. Al die mensen, het waren er blijkbaar een heleboel. Ze spreiden hun mantels op de weg uit. Anderen braken takken van de bomen en spreiden die uit op de weg. En de talloze mensen die voor hem uitliepen en achter hem aankwamen, ze riepen luidkeels: Hosanna voor de zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemel. En ik wil nu even inzoomen op dat woord Hosanna. Het wordt niet vertaald in onze vertaling. En ook in de Griekse Bijbel wordt het niet vertaald, maar het is een Hebreeuws woord. En ik denk dat het woord ongeveer in onze oren klinkt als halleluja, hosanna, loof de Heer. He, want het is een feestelijke stemming en daar hoort een halleluja bij. En we zitten hier, om een volgend eenvoudige woord erbij te betrekken, we zitten hier in de sfeer van dat derde eenvoudige woord, o. De O van aanbidding. Want daarin moeten we ons oefenen, en Palmzondag helpt ons daarbij. We moeten ons oefenen als we op een allesomvattende, holistische manier met God willen leven. Dan zeggen we, o koning, o zoon van David, o zoon van God, o Jezus, o hemelse Heer, o God. En hoewel die aanbidding hier volop aanwezig is, we hebben nu toch nog niet het woord Hosanna goed te pakken. Dat woord komt ook in Psalm 118 ergens voor, onderdeel van het Joodse Halleel, Psalm 113 tot Psalm 118, dat door Jezus en zijn leerlingen gezongen is na het afloop van het laatste avondmaal. Dat werd altijd geciteerd tijdens het Pesachfeest. Luister naar Psalm 118, vers 25 en 26. Ach Heer, red ons. Heer, geef ons voorspoed. Gezegend wie komt in de naam van de Heer, wij zegenen u vanuit het huis van de Heer. Dat is Psalm 118, vers 25 en 26. En dat eerste zinnetje, ach Heer, red ons, daar vinden we dat Hosanna terug. Hosanna betekent, help ons toch. Red ons toch. We smeken het u. Dus niet, het is niet, eigenlijk niet zo'n heel feestelijk woord. Nee, het is, help ons toch. Red ons toch. We smeken het u, alstublieft. En dan hebben we weer twee eenvoudige woorden te pakken. Help. En alstublieft. Help ons toch. Hosanna, red ons toch, Heer. Hosanna, we smeken het u, Heer. Hosanna, help ons alstublieft. Dat is de kleur van het woord Hosanna. Ja, wij vieren drie keer Pasen. Vandaag en komende vrijdag en volgende week zondag. Palmpasen vandaag. Kruispasen. Misschien ken je die uitdrukking niet, maar dat is een oude christelijke uitdrukking voor Goede Vrijdag. Kruispasen.
om ook de verbinding van de Goede Vrijdag met Pasen goed in het oog te houden en opstandingspasen. En op Palmpasen roepen wij midden in een gebroken wereld waar maar weinig profeten zijn. Wij roepen Hosanna, help ons toch, Jezus, help ons, Zoon van David. Wij smeken u, wees onze koning. Zachtmoedig en nederig, u die komt in de naam van de Heer, breng de hemel weer op aarde. Help. In een wereld die in brand staat vanwege de vele crisis die er zijn, in een samenleving waarin we door polarisatie elkaar aan flarden schieten en waar zoveel diepgeworteld wantrouwen is, waar we elkaar en onszelf dreigen te verliezen, in die wereld leert Palmpasen ons dat we niet zonder profetie kunnen. Niet zonder Jezus, die visioenen van God heeft gezien en een stem van de troon heeft gehoord. En die wil zijn wat God altijd al was, een helper. Help, zeggen we vandaag. Onze hulp is in de naam van de Heer. Hosanna. En Jezus is zelf die stem. En vanaf de ezel kijkt hij ons indringend aan en hij vraagt: doe jij mee in dat visioen? Wil je het zien? Ik maak alles nieuw. Doe jij mee in mijn nieuwe wereld? Doe je mee in mijn koninkrijksbeweging, waar deze wet geldt: gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. En gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. Doe je mee? En die vraag brengt ons tenslotte bij nog een eenvoudig woord. En ik hoop dat je het woord al voelt klinken in je hoofd en in je hart. Dat ene woordje dat we de afgelopen maanden ook aangereikt kregen om ons te helpen in oefening, om ons te helpen in toewijding en overgave. Het woordje ja. Ja, Heer, ik doe mee. Ja, Heer, ik wil verschil maken in deze wereld. Ja, Heer, ik wil net zoals u het verschil hebt gemaakt en nog altijd maakt, ik wil net als u zachtmoedig en nederig zijn. Ja. Help me daarbij. Hosanna. Zullen we samen bidden? Ja, Jezus, we zeggen tegen u Hosanna. We zeggen ook halleluja. Want uw naam is het meer dan waard om groot gemaakt te worden. Maar we zeggen ook Hosanna, help ons toch, Jezus. Red ons toch in deze wereld die zo vol is van haat en gebrokenheid. Mensen die elkaar het licht in de ogen niet gunnen. En toen kwam u. En u reed daar op dat ezeltje en de mensen waren blij, maar ze riepen ook echt om hulp. En zo roepen wij ook om hulp. Heer, help ons om in deze gebroken wereld een verschil te maken. Dat we de liefde en de zachtmoedigheid en de nederigheid die we in u zien, dat we die ook ontvangen. En dat we van daaruit kunnen leven. Dank u wel, Heer Jezus, dat u die weg bent gegaan en dat u dat zo mooi uitgebeeld hebt op die Palmzondag bij uw intocht. En we zien al die mensen die u daar verwelkomen en wij vragen aan u, wilt u ons helpen om persoonlijk ook u te verwelkomen in ons leven? Dat hebben we misschien al heel vaak gedaan,
Of misschien ook nog nooit. Of misschien nog nooit echt. Heer, help ons, Hosanna, om u te verwelkomen in ons leven als de Heer van liefde, de Heer van zachtmoedigheid, de Heer van nederigheid, de Heer van kwetsbaarheid, de Heer van nabijheid. De Heer die verschil maakt in mensenlevens. Hosanna, hoogste Heer, u die alle glorie verdient. Hosanna, halleluja. Amen.